Veel Drenten zijn vandaag weer in het zonnetje gezet. Het was weer tijd voor de lintjesregen. Ik ben er beduusd van. En dit komt ook zoveel over je heen. Ik kan dit ook niet in woorden uitdrukken. Ik heb dit echt aan iedereen te danken. Stenden Hogeschool opent eindelijk weer de deuren. Horeca ondergaat metamorfose voor heropening. En het weer met Ellie. Ja, we hebben natuurlijk prachtige mooie dagen gehad en vandaag ook schitterend weer. Maar dat wilden we natuurlijk morgen ook, op Koningsdag. Of dat ook lukt, door over meer naar het Nijs. Goedenavond. Op de dag voor Koningsdag regent het natuurlijk lintjes in Drenthe. En voor het tweede jaar op rij gaat het door corona anders dan anders. In Emmen worden de onwetenden naar het gemeentehuis gelokt. De bezoekers worden in kleine groepjes bij elkaar gezet. En dan begint er toch wel wat te dagen. We zijn hier allemaal heen gelokt met een speciale reden. Waarom moet je op maandag in het gemeentehuis zijn? Dus daar hoor ik de mooiste smoesen van. Ja, ze komen hier en iedereen is echt een heleboel zelfs ontroerd. Ja. Een van de gelauwerden is Jacob Onrust uit Emmer Compascuum. Hij is onder meer vrijwilliger bij de patiëntenvereniging op allerlei gebied. Beste meneer Onrust, Jacob Onrust. Voor uw onvoorwaardelijke inzet als vrijwilliger bent u bij het koninklijk besluit van 9 december 2020 benoemd tot lid in de orde van de Oranje Nassau. En ik wil u daarmee van harte feliciteren. Nou, ik werd wel erg emotioneel. Ik kon nog niet goed bevatten, maar door een gastdame werd ik geroepen als familie Onrust. Ik dacht, nee, wat krijgen we nou? En dat, geweldig dus. In Aan Hunze trekt burgemeester Anno Wietse Hiemstra met alle lintjes van locatie naar locatie. Zo rijdt Harm Pepping uit Gieten niet vermoedend naar de Nijslootsweg bij zijn dorp, waar hij wordt opgewacht door een speciale delegatie die hem in het zonnetje zet voor zijn inzet voor onder meer de wielersport. Soms heb je van die vrijwilligers die altijd bereid zijn om hun handen uit de mouw te steken. Vrijwilligers die altijd als eerste aanwezig zijn, dat hadden we het net nog over, liever een kwartier te vroeg dan een minuut te laat. En ook als laatste vertrekken pas als alles opgeruimd is. En dat soort vrijwilligers, die zijn goud waard. En ik ben hem ook verheugd om dit te kunnen meedelen. Dat zijn majesteit de koning heeft behaagd hier te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Hartelijk gefeliciteerd. Ik heb een vrouw gevraagd. Dat is vaak wel. Dit is me overkomen vandaag. Ik had hier echt niet op gerekend. Ik ben er beduusd van. En dit komt ook zoveel over je heen. Ik kan dit ook niet in woorden uitdrukken. Ik heb dit echt aan iedereen te danken. Aan Fanny, aan alle vrijwilligers dat dit me overkomt. In Hogeveen komt Jenny Nijenhuis naar het zwembad in de verwachting een afspraak te hebben met onze sportverslaggever. Hoge Karin, ik had afspraak met jou toch vandaag? Had je beloofd, waar? Om 4:15 het zwembad openen, tot 7:00 trainen. Daarna blijf je hier gewoon en doe je je werk als badjuffrouw. En om 5:30 volgt dan weer de volgende training tot 7:00. Je bepaalt niet alleen de training in het zwembad, maar ook de landtraining, de krachttraining. Eigenlijk ben je gewoon op professionele basis bezig. En het is mij een eer, en dan ga ik weer heel officieel, Jenny, u, mevrouw Nijenhuis, te mogen mededelen dat het zijn majesteit behaagd heeft u te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Ja, nou, ik heb altijd gezegd, dat hoeven mij niet zulke dingen. Maar nu ik hem heb, vind ik het toch wel een eer, moet ik eerlijk wezen. De gemeente Westerveld hield een zogeheten coffee to go bij café-restaurant Landhotel in Diever. Daar kreeg onder andere Jantina Flederes-Krol de versierselen opgespeld voor haar vrijwilligerswerk. U mag zich met recht vanaf vandaag dit in de orde van Oranje Nassau noemen. En ik wil u daarmee van harte feliciteren. Maar nou ga ik u vragen, want ik mag niet te dicht bij u komen, om uw vest daar op die stoel te hangen. Dan mag je hem de hele dag blijven dragen, daar ook in Overenting, als je aan het schilderen bent en zo. En toen kwamen we hier terecht en toen zag ik iets van RTV Drenthe. En ik dacht van, oh leuk, RTV Drenthe hier ook. Maar toen had ik het nog niet door. En toen zeiden ze, nou, snap je het dan nog niet? Eigenlijk snapte ik het nog niet. Maar ik zag wel heel veel mensen met hele nette kleren aan. Ik denk van, nou. En toen kreeg ik een tasje met make-up. Ja, ook al een beetje lippenstift erop. En toen viel het kwartje? En toen viel het kwartje.
Hogescholen en universiteiten die mogen de deuren weer openen. Vanaf vandaag mag elke student ongeveer 1 dag in de week naar school om daar fysiek onderwijs te volgen. Bij NHL Stenden in Emmen heerst een gevoel van opluchting. Welkom allemaal. Hartstikke leuk om jullie weer te zien. Ik heb jullie onwijs gemist. En ik hoop dat jullie net zoveel zin hebben in vandaag in weer offline lessen. Eindelijk op locatie. Het is maanden geleden dat de studenten van de opleiding Hotel Management School met elkaar in een lokaal hebben gezeten. En ze zijn vooral heel erg blij dat het weer kan. Heerlijk. Ja, echt super. Ja, eigenlijk is het gewoon een hele normale zaak. Maar ik had nooit verwacht dat ik zo blij zou zijn dat ik weer op school zou mogen zijn. De afgelopen maanden waren zwaar voor de studenten. Thuis zit je gewoon elke dag in hetzelfde kamertje. En ja, dat is gewoon heel anders dan als je gewoon weer met elkaar bent en gewoon live in elkaar in de ogen kunt kijken. Dus dat heb ik wel echt gemist, ja. Niet leuk, ja. Ik wil bijna zeggen waardeloos. Maar ja, om gewoon je concentratie ook vast te houden achter zo'n beeldscherm. En ook tegenover, ja, voor de leraren, zeg maar. Het was gewoon niet leuk. Het duurde veel te lang. Ja, dus dat was niet prettig. Absoluut niet prettig, nee. Ook docenten zijn blij de studenten weer in de klas te hebben. Maar spannend is het wel, want het virus is nog steeds aanwezig. Dat ervaart ook Cynthia Buescher. Naast docent is zij ook eigenaar van een horecabedrijf. Dus als je het mij persoonlijk vraagt, dan vind ik dat de hele wereld 3 weken lang opgesloten moet zitten in een eigen huis. Dan zijn we er vanaf en kunnen we thuis weer open. Maar dat is natuurlijk niet de realiteit. Dus vind ik het spannend? Ja, natuurlijk vind ik het spannend. Want ik wil dat het voorbij is. En ik denk dat iedereen dat wel wil. Maar ik denk dat door voorzichtig te zijn en het gesprek open te houden met een ieder en de mogelijkheid te bieden dat dit weer kan, ja, moeten we daar doorheen. Voor nu kunnen studenten dus 1 dag in de week naar school en dat is weer even een organisatorische puzzel. We hebben een heel scenario gemaakt dat elke klas, elke groep heeft gewoon een timeslot. Hè, verschillende opleidingen hier in Emmen. En die hebben allemaal een timeslot in de week waarin de lessen gaan plaatsvinden. En waarin men ook weer na afloop van de lessen weer naar huis gaat. Zodat we ook alle vervoersbewegingen een beetje onder controle houden. Valerie en Meerte hebben in ieder geval een volle lesdag achter de rug. Maar dat is niet erg. Mag eindelijk weer. Een terrasje in de middag pakken is vanaf woensdag weer mogelijk. En voor sommige zaken in Emmen betekent de versoepeling van de coronamaatregelen zelfs een nieuwe start. Tijdens de lockdown ondergingen een aantal horecagelegenheden een grondige metamorfose met naamsverandering. Ja, we zijn druk aan het voorbereiden. We krijgen mooie banken hier buiten om lekker te borrelen. Hierboven gaan we mooie tafels indekken om lekker te lunchen. En proberen de sfeer van binnen naar buiten te halen. Mooie plantjes neergezet. Grand Café Markant aan het Marktplein is vanaf nu de dinnerclub. Je kan hier lekker de hele avond lekker zitten. En je voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, tussengerechtjes daarbij. En lekker in de watten laten leggen. Lekker avondje uit. Een sprong in het diepe, maar tegelijkertijd ook een kans. Juist in zo'n tijd is dat natuurlijk een mooie kans om iets nieuws te beginnen. Deze locatie kwam beschikbaar en daar hebben we flink wat energie in gestoken om het te veranderen naar van Grand Café naar een restaurant. En we zijn heel blij met het resultaat. Even verderop aan het Raadhuisplein is er afscheid genomen van het restaurantgedeelte van Limbo. Nou, mensen vonden het een beetje moeilijk om twee beelden van Limbo te hebben, terwijl het één naam heeft. Want sommige mensen dachten, oh, Limbo is alleen een restaurant. En andere mensen dachten weer, Limbo is alleen een club. Waardoor je altijd een beetje een verkeerd beeld had van wat Limbo nou eigenlijk was. En dus het roer om. Limbo blijft wel bestaan als nachtclub, maar het restaurant is omgetoverd tot Tranquilo. Ik denk dat we het heel mooi en kort kunnen omschrijven als cocktailbar met streetfood. Het naastgelegen gloednieuwe feestcafé De Vijf zou precies 1 jaar geleden zijn opengegaan. We zochten eigenlijk we wouden graag nog een zaak erbij hebben in de zin van een andere doelgroep trekken dan die we hadden met Club Limbo en nu dus Tranquilo, wat hiernaast zit. Dan heb je toch eigenlijk nog het feestcafé, gewoon echt een gezelligheidsstamcafé, zeg maar. De eerste week was het echt, wat gaan we nou doen? Even alles op stop, even. Ja, en dan denk je, oké, 2-3 maandjes, dan waait het wel weer over. Maar dat is niet het geval. De terrassen mogen vanaf woensdag in ieder geval weer open tussen 12 en 6. Wanneer de rest volgt is nog onduidelijk. De ondernemers houden hoop. Ik hoop natuurlijk eind van het jaar. Dan maar met een testbewijs of iets dergelijks. Als we maar iets kunnen doen. Want het verbouwen, dat vind ik wel leuk geweest.
Door de kou komt het aspergeseizoen maar langzaam op gang. Soms moeten akkerbouwers zelfs bijna nee verkopen aan enthousiaste eters, zegt aspergeteler Henk Sturing uit Hooghalen. Kijk, heel mondjesmaat, hè? Hier één, daar één. We lopen 2 tot 3 weken achterop. Hier waar we nu staan, hadden we allang volop moeten steken. En nu, het komt hier en daar nu eentje erdoor zetten. Maar ja, alles is gewoon in rust nog. En we willen ze wel uit de grond wegkijken eigenlijk. Het is gewoon simpelweg te koud. Als de temperatuur mag gaan stijgen, de nachttemperatuur gaat stijgen, dan niet in het extreme, maar een beetje stijgen, dat de groei langzaam op gang komt, dan hebben wij dus echt kunnen een goed seizoen hebben. Zo gooi het plastic eraf, kijken wat eronder zit. Te warm is ook weer niet goed. We hebben voor jaren geleden gehad dat we steken nu om de andere dag de aspergies. Toen staken we elke dag de aspergies en dan staken we elke dag meer kilo's als anders om de andere dag. Dus ja, dan loopt alles vast. Dan kun je ze niet kwijt. Het geringe aanbod is een hard gelach met Koningsdag en de meivakantie die vandaag begint, waardoor er veel aanloop is. Vorige week zaterdag hadden we 1 kistje over en gisteren hadden we 1/2 kist aspergies over. Verder waren we helemaal leeg. Maar het is mooi toch? Het is wel mooi, maar het was spannend, want je wilt de hele dag genoeg hebben. En dan denk je dan, hoe, heb ik wel, heb ik niet? Ja, we redden het, gelukkig. Het is natuurlijk maar een Koningsdag. En ook al wordt er dan niks georganiseerd of weinig georganiseerd, ja, veel mensen zijn vrij en dan wil je toch wel graag een mooie, zonnige dag hebben. We kijken eerst even naar vanavond en vannacht en dan wint er brede op Klorings. En de maan is goed te zien. Sterker nog, we hebben een supermaan. En die kun je ook heel mooi zien. Het wordt wel kouder, maar net boven nul. En dan maar een Koningsdag. Jawel, het wordt een prachtige, zonnige dag. Met een zuidwestenwind die een beetje matig is, wordt het een graad of 14. Droet allemaal, zou ik zeggen. Kijken we dan nog even naar de rest van de week. Dan wordt woensdag de mooiste dag van de week met een graad of 16. In de loop van de dag komt er dan wel wat bewolking binnen. En dat leidt donderdag tot buien en regen. Het wordt dan ook een stuk kouder met 13 graden. En dat krijgen we vrijdag ook. Maar dan wordt het wel weer een stuk droger. Tot na de maal. Ellie, dankjewel. Dat was hem weer. Meer nieuws vindt u op rtvdrenthe.nl en in de app. En daar leest u bijvoorbeeld dat een man van 22 uit Bovensmilde een boete van €1000 heeft gekregen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval langs de vaart in Bovensmilde. Nou, en voor een compleet overzicht van de Drenten die vandaag een lintje kregen, kunt u straks ook op onze site terecht. Hele fijne avond nog en graag tot morgen. Dag.